Stel, je bent een jaar of 20. De Tweede Wereldoorlog is net voorbij en je gaat aan boord van een schip. Samen met duizenden andere soldaten om aan de andere kant van de wereld in Indonesië van boord te gaan. Met als doel orde herstellen in de op dat moment belangrijkste kolonie van Nederland. En over deze strijd is een film gemaakt, De Oost. Het vertelt het verhaal van een groep Nederlandse militairen en een beruchte kapitein. Dit gaat geen pleziertrip worden. Wie waren deze jongens en wat was hun opdracht tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog? Dat vertel ik je in deze video. De strijd van 1945 tot 1949 in Nederlands-Indië ligt gevoelig en is nog steeds een actueel onderwerp. Koning Willem-Alexander bood vorig jaar nog zijn excuses aan voor het Nederlands geweld tijdens die oorlog. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Om beter te begrijpen in welke tijd de film zich afspeelt, even een stukje geschiedenis. We gaan terug naar de 17e en 18e eeuw. Nederland koloniseert allerlei gebieden in de Indische archipel en noemt dit uiteindelijk Nederlands-Indië. De Nederlandse handelsonderneming VOC heeft de handelsposten. De export van koffie, suiker en tabak levert veel geld op. Ondanks vele oorlogen lukt het om de koloniën in Nederlandse handen te houden. Dat komt omdat er veel militairen zijn gelegerd en omdat er wordt samengewerkt met een deel van de lokale bevolking. Een paar eeuwen later. We zitten midden in de Tweede Wereldoorlog. Japan bezet grote delen van het gebied. Tot 14 augustus 1945. Dan geeft Japan zich over, na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. 2 dagen later roept de nationalist Sukarno de Republiek Indonesië uit. Hij en zijn aanhangers willen onafhankelijkheid en niet langer een kolonie van Nederland zijn. Politieke onderhandelingen met Sukarno mislukken. Duizenden militairen worden naar Nederlands-Indië verscheept om de orde in de kolonie te herstellen. Wat volgt is een bloedige onafhankelijkheidsoorlog tussen Indonesische nationalisten en het Nederlandse leger, gesteund door het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ook wel het KNIL genoemd. Nederland voert 2 zogenoemde politionele acties uit op de eilanden Java en Sumatra om het gezag te herstellen. Maar dat zijn niet de enige gevechten. De onafhankelijkheidsoorlog verspreidt zich snel over de eilanden van de kolonie. Nou, in augustus 1945 roept Sukarno natuurlijk de Republiek Indonesië uit. Begin 1946 krijg je dan een periode die we ook wel aanduiden met Bersiap. Veel geweld tegen Nederlanders en tegen Indonesiërs die met Nederlanders samenwerken. En in datzelfde jaar 1946 wordt duidelijk dat eigenlijk Indonesië, dat je het eigenlijk in tweeën kunt opknippen. Het westelijk deel, Java en Sumatra, staan al sterk onder republikeinse invloed. En in het oostelijk deel wordt Celebes het allerbelangrijkste eiland. En als nu op Celebes het verzet ook begint op te laaien, ja, dan worden de Nederlanders echt nerveus. En hier gaat de film De Oost over, de strijd op het eiland Celebes. Het verhaal volgt een groep Nederlandse militairen die daar opstandelingen moeten opsporen en uitschakelen. Het is een film over de generatie jonge mannen die na de Tweede Wereldoorlog naar Indonesië werden gestuurd om daar te vechten. En hoe ze dat beleefd hebben en misschien ook wel hoe ze het beleefd hebben om daarna thuis te komen. Ik vind het zelf gewoon interessant als een interessant film kan zijn. En tegelijkertijd een licht kan schijnen op iets dat nog niet door het grote publiek wordt gezien. En voor mijzelf is altijd het hoogste doel van deze film geweest dat ik het heel vet zou vinden als elke geschiedenisleraar in Nederland hier een DVD van zou hebben en dat te passen en te onpassen zou laten zien. De vader van Maarten Hitkus is één van de soldaten die naar Celebes wordt gestuurd. Hij staat onder het bevel van kapitein Raymond Westerling. Westerling is hier 27 jaar, een veelbelovende kapitein. Eigenlijk een soort oplossing. Weet jullie wat dit is? In deze envelop zit de opdracht om per direct naar Celebes te vertrekken. Om daar het zuidelijke gedeelte van het eiland te zuiveren van alle, en dan bedoelt men ook echt alle terroristische elementen. Maar dit gaat geen pleziertrip worden. Het Depot Speciale Troepen zal uiteindelijk vlak voordat ze naar Sulawesi, naar Celebes vertrekken, uitgroeien tot 123 jongens, waarvan zo'n 25 tot 30 blank en de rest Ambonees, veelal Ambonees. En 12 weken lang is dat Depot Speciale Troepen echt wel als een doodseskader over het eiland getrokken. Wie morgen rond dit tijdstip niet tot aan zijn enkels in het bloed kan staan, die kan nu nog afhaken. De rest stel ik voor om zo dadelijk aan boord te gaan. Dit is een foto van Westerling die ik heb gevonden in een Parimatch uit de jaren 50. Dit is als hij aan het optreden is in Breda, als operazanger is hij later geworden in Nederland. Mensen zeggen ook, ja, die ogen van hem, hij keek dwars door je heen. Het was een hele charmante jongen, die tegelijk ook in Indië, toen hij nog hoofd van de inlichtingendienst op Sumatra was, het afgehakte hoofd van een rebellenleider bij zijn hogere commandant in een groot biscuitblik liet bezorgen om even aan te geven dat hij op zo'n manier de zaken oploste in Nederlands-Indië. Het hele project begon een beetje met dat personage. En ja, hij is gewoon een hele bijzonder iemand. Dus iemand waar je dingen over leest. En zelfs ook beelden van zijn die je eigenlijk niet gelooft in eerste instantie. De werkdag begon meestal om 3 uur. Met afmarcheren naar een actieterrein. Verschillende kampongs werden mensen gewekt. Vrouwen en kinderen werden van mannen gescheiden. En in een groep van mannen werden dan één voor één mannen naar voren geroepen. Bij zo'n eerste actie bijvoorbeeld heeft Westerling een lijst met 74 namen. Die lijst heeft hij op een bepaalde manier samengesteld. Uit eigen inlichtingen en met behulp van de militaire inlichtingendiensten. En die personen wordt eigenlijk uitsluitend gevraagd naar hun identiteit. Hè? Ben jij meneer A of ben jij meneer B? En als dat dan bevestigd werd, dan werd zo'n persoon door het hoofd geschoten. De acties onder leiding van kapitein Westerling zijn een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis en daarom een gevoelig onderwerp. Jessie, je hebt met je broer aan de film gewerkt, maar je hebt ook een lespakket gemaakt. Klopt, ja. Ik heb op set gestaan, maar ik ben eigenlijk filmdocent, dus ik wilde ook heel graag dat er een verdiepend programma kwam bij de film, voor in de klas, maar ook voor de mensen thuis. Vaak weten mensen niet zoveel over deze periode en zijn ook niet heel erg bekend met beelden over deze tijd. We weten heel veel over de Tweede Wereldoorlog, dat krijgen we op school. Er zijn veel documentaires, programma's rondom ook bepaalde dagen, zoals 4 en 5 mei. Dus je hebt een idee van, dat zag er zo uit en het ging zo. Maar over Nederlands-Indië en de periode daarna in Indonesië hebben we dat een stuk minder. En ik vond het dus belangrijk dat je die film in de klas wel verwerkt en de website en dat je dat beeld misschien wel krijgt. En dat mensen een idee hebben van, ah, ik begrijp nu wat ze doormaakt, want ik snap een beetje hoe die jaren 40 eruit zagen. Ja. Dit zijn de 5 karakters die je ook in de film hebt gezien en waar je uit kunt kiezen op de wereld van de Oost. Als we bijvoorbeeld op Samuel klikken, dan kan je eigenlijk een heleboel verhalen over hem lezen, archiefmateriaal zien, fragmentjes van de film met uitleg erbij waarom dat er op die manier in zit. De film vertelt maar een heel klein stukje en vooral door het karakter, vanuit het karakter Johan, dus we gaan echt met hem mee. En hij tikt eigenlijk een heleboel perspectieven aan, maar daar krijgen we niet echt verdieping in. En op de website kun je die verdieping meer vinden. Terug naar Zuid-Celebes. De eenheid Depot Speciale Troepen bestond uit zo'n 30 Nederlanders en werd aangevuld met KNIL-militairen. Het leven van de hoofdpersoon Johan de Vries loopt lange tijd parallel met dat van mijn vader. Iets goeds voor de wereld willen doen. Zich aanmelden vrijwillig bij de speciale troepen van Westerling. Er is alleen ook één belangrijk verschil. En daarom was Johan de Vries als personage ook zo confronterend voor mij. Johan de Vries maakt keuzes in het verhaal die mijn vader wel door zijn hoofd heeft laten gaan, maar in werkelijkheid nooit gemaakt heeft. Matthias. Johan. Sinds 10 dagen heb ik steeds last van braakneigingen. Van de dokter heb ik pillen ontvangen, maar tot nu toe helpt het geen zier. Ja, dit is een brief die mijn vader schreef 2 weken na de allereerste actie op Zuid-Celebes. En dit is typisch een voorbeeld waar ik echt goed tussen de regels moest lezen. Want hij heeft hier last van braakneigingen, met zijn maag is waarschijnlijk niks mis en met het eten ook niet. Dit is toch echt een soort uiting, tenminste zo duid ik het, van psychische spanning. Van die enorme druk waar die jongens onder staan. Omdat hun hoofden natuurlijk toch ook vol zitten met vraagtekens van... ja, we willen iets goeds doen, maar is dit dan het goede wat we hier aan het doen zijn? Uw overgrootvader zat niet bij Westerling, maar was wel Molukse KNIL-militair. In hoeverre zit die persoonlijke geschiedenis ook in de film? Nou, die zit erin. Maar het is niet een persoonlijk verhaal of zo. Dit gaat niet over mijn opa, dit gaat niet over mij. Maar door het te maken en door heel veel mee bezig zijn geweest, kan ik denk beter nu de vinger op leggen hoe zijn relatie met zijn kinderen was. Die zich weer doorvertaalt op de relatie met zijn kleinkinderen of zeg maar de relatie tussen zijn kinderen en hun kinderen. Mijn vader heeft absoluut oorlogsmisdaden gepleegd. Dat leidt voor mij geen twijfel. En die omslag, dat laagje beschaving, wat we dan denken te hebben, dat is heel snel verdwenen als je ervaart of denkt dat je in een vijandige omgeving bent. Als je ook echt heilig gelooft in het goede doel dat je te vervullen hebt. En als er niemand ook op je vingers kijkt, als de hoogste legercommandant heeft gezegd, doe maar wat je goed dunkt. Elke methode is toegestaan, dan is elk moreel kompas heel snel ontregeld. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zich zorgen maken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als mensen een film zien, dat ze ook wel zien dat dit niet een kruistocht tegen de veteranen is. Eerder zelfs tegenovergesteld, denk ik, dat het misschien laat zien waar een hele hoop mensen toch mee te kamp hebben. In mijn inziens handelt de film heel respectvol naar het leven van soldaten en ook als ze weer terug in het burgerleven zijn. Wij zijn benieuwd wat jij weet of hebt geleerd over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Laat het ons weten in de comments. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal.